YouTube, ik ben Maris, ook al bekend als Creatic. En vandaag gaan we een pagina maken in mijn bullet journal. Sinds kort doe ik mijn pagina's in mijn bullet journal ietsjes anders. Ik gebruik ook heel veel tijdschriften ervoor en het leek me heel erg leuk om jullie te laten zien hoe ik zo'n pagina opbouw van begin tot eind. We gaan een herfst bucketlist maken en dat is een lijst waarin we gaan opschrijven wat we deze herfst allemaal willen gaan doen. Dus ik ga even lekker een kopje thee zetten en dan gaan we beginnen. Ik heb mijn journal nu een tijdje en ik vind het heel erg leuk om mijn bullet journal te gebruiken, ja, voor iets andere dingen dan alleen maar echt als een soort van agenda. Dat doe ik eigenlijk al sinds het begin af aan niet echt. En wel voor lijstjes en dingen die me allemaal bezighouden en dingen die ik allemaal wil gaan doen. Dat verwerk ik er allemaal in. Maar ik merkte dat ik ook heel erg geneigd was om er eigenlijk echt een soort van dagboek en echt een soort van journal van te maken. Ik vind van die journalpagina's waarin heel veel dingetjes bijgehouden worden en ingeplakt worden en heel veel ingeschreven wordt echt zo mooi om te zien. Maar ik vond het niet echt aansluiten bij de rest van mijn bullet journal. Want ik was natuurlijk toch al op een bepaalde manier begonnen. En ik had ook het gevoel dat ik het dan allemaal een beetje in diezelfde stijl moest houden. En eigenlijk is dat heel erg stom. Want er zijn geen regels voor een bullet journal. En ik heb het zelf nog gezegd in mijn vorige video. En als ik besluit om iets anders te doen omdat mijn gevoel op dat moment dat zegt, dan moet ik dat eigenlijk ook gewoon doen. Dus ik heb besloten om gewoon van de een op de andere dag gewoon in één keer een heel ander soort pagina te maken. Omdat ik daar gewoon zin in had. En ik ging dat dus ook gewoon doen. En ik vond in de achtertuin nog een blad van de zomervakantie, van de Libelle Living was dat. En in dat blad zaten prachtige plaatjes. Dus die ben ik eruit gaan scheuren en allemaal gaan gebruiken in mijn journal. En het is echt zo leuk om te doen dat ik eigenlijk sindsdien alleen nog maar op deze manier mijn journal aan het versieren ben. En het kan me helemaal niet schelen of het niet past bij de rest. Het is juist heel erg leuk om te zien eigenlijk hoe je gewoon groeit in dingen die je maakt en hoe je interesses veranderen. En ook dat is leuk om later terug te zien. Het hoeft niet allemaal perfect of in één stijl. Dat is helemaal niet nodig. Ik doe gewoon lekker waar ik zin in heb en dat is juist heel erg leuk eigenlijk. Wat wel heel erg grappig is, is dat ik dan nu een blad meeneem bij de Jumbo. En dat blad neem ik eigenlijk altijd mee als ik boodschappen heb gedaan. Want ik vind het gewoon heel leuk om die receptjes thuis te bekijken. En soms staat er wel eens een leuke DIY in die ik ook gewoon heel leuk vind om te zien voor iets met de kinderen. Gaat het nu niet om. Maar wat ik heel grappig vind is dat ik dan nu thuis dat blad aan het lezen ben. En dat ik het hele blad doorgebladerd heb. En maar aan het einde van dat blad realiseer dat ik nul recepten heb gelezen. En dat me alleen maar de kleuren zijn opgevallen in de prachtige plaatjes. En dat ik pluk het najaar in een blaadje. Die staan dat ik denk, oh, die moet ik gaan gebruiken in mijn journal. En dat ik echt na een kwartier pas dacht, oh, ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken naar wat voor recepten er nou in stonden. Het geeft je een hele andere kijk op die bladen. Je gaat in één keer gewoon echt heel erg letten op de handlettering en de quotes die erin staan en dingetjes die je eruit kan knippen en die je kan gebruiken voor je journal. Dus ik vind dat heel erg leuk en ik merk ook dat ik in één keer mijn washi tapejes veel meer gebruik en alle spulletjes die ik nog heb liggen van Action en zelfs bakpapier gebruik ik nu in één keer in mijn journal, omdat je daar hartstikke leuk op kan schrijven en kan plakken. En ja, er gaat gewoon echt een hele nieuwe wereld voor je open en ik vind het zelf echt heel erg leuk om het op deze manier te doen. Wat ik altijd doe is eerst alles los neerleggen en je ziet me soms ook dingen neerleggen die ik uiteindelijk niet eens gebruik. Dus ik schuif er ook een beetje mee, net zolang totdat ik tevreden ben, voordat ik het pas ga vastlijmen. En dat lijkt me ook de meest makkelijke manier, want dan kan je het nog heel vaak aanpassen, net zolang totdat je echt tevreden bent en totdat je alle kleuren mooi bij elkaar vindt passen en alles gewoon in balans vindt. Ik vind het belangrijk dat het in balans is. Dus niet dat je één hele drukke hoek hebt en dat de andere pagina kant helemaal leeg is. Ik vind het wel belangrijk dat het dan, ja, overal een beetje in dezelfde stijl is en overal evenveel drukte of rust juist heeft, zeg maar. Gewoon echt de balans van de pagina. En zodra ik dat gevonden heb, dan plak ik het eigenlijk pas vast. Stukjes die eigenlijk net niet zo heel lekker plakken, die plak ik dan achteraf nog vast met een washi tape. Zoals daarbovenin heb ik dat gedaan met die punched paper. Dat was gewoon lastig om dat goed plakken te krijgen. En ik vind het niet mooi als net een bepaald hoekje omhoog staat. Dus dan doe ik daar een washi tapeje overheen. Maar zelfs als het al wel goed plakt, dan plak ik eigenlijk alsnog washi tapejes eroverheen. Want ik vind dat het gewoon helemaal afmaken. Ik vind alleen een afbeelding zo erin geplakt vrij kaal. En op het moment dat er een washi tapeje overheen zit, dan maakt het wat meer een echte journal. En dat vind ik zelf wat ja, vrolijker eruit zien. Ik heb ze nu eigenlijk allemaal een beetje in hetzelfde kleurenthema gehouden. Heel veel goud en bruin. En een tikkeltje oranje en roze. Omdat ik het een beetje in de herfstkleuren wilde houden. Maar soms gebruik ik ook als alle kleuren door elkaar heen. En ik vind het ook heel leuk om meerdere washi tapes over elkaar heen te plakken. Dat geeft ook weer een heel ander effect.
Voor het schrijven op donkere ondergronden gebruik ik een correctiepen. En die schrijft dus in het wit. Ik gebruik hem eigenlijk nooit als een correctiepen. Ik gebruik hem altijd alleen maar om in het wit te kunnen schrijven. Want zo heel veel goede witte pennen zijn er niet te koop. En daarmee kan ik dus ook de titels een kleur geven op een donkere ondergrond. En dat vind ik zelf altijd een heel leuk effect geven. In een grote hoek die ik over heb, daar zet ik eigenlijk altijd een quote neer. En ik hou eigenlijk wel van een quote per pagina. Ik vind het sowieso gewoon leuk ook om het te schrijven, want handlettering doe ik nog niet zo heel erg lang. En ik vind het echt heel erg leuk om te doen en om te oefenen. En ik vind het ook de pagina altijd heel erg afmaken. En daarnaast hou ik van de herfst. De herfst is mijn lievelingsseizoen. Dat vinden de meeste mensen altijd heel bijzonder als ze dat horen, want over het algemeen houden mensen heel erg van het voorjaar en van de zomer en van de mooie weerdagen. En vinden ze de herfst eigenlijk het minst mooie seizoen, omdat het dan alleen maar regent. Ja, ik hou juist van de herfst, omdat het alleen maar regent. En dat is echt niet omdat ik van regen hou om er nou per se in te staan. Maar ik vind het heerlijk om binnen te zitten terwijl het buiten regent. En dan de kleur die de herfst geeft en de kleuren buiten ook. En als je dan binnen zit en je hebt de haard aan en je zit lekker te haken en het regent buiten. Ja, ik vind dat echt heerlijk. En ook als het dan wel een beetje oké weer is of desnoods regent. Het is buiten gewoon heel erg mooi. Al die rode bladeren en die oranje bladeren. Ik vind de herfst echt heel mooi. Maar wat ik vooral heel erg leuk vindt aan de herfst is dat het altijd een beetje voelt als een nieuw begin. Ik denk dat het nog afstamt van de tijd dat ik op school zat en dat het schooljaar natuurlijk ook altijd begon in de herfst. En dat ook voelde voor mij altijd als een nieuwe start. En wat ik weer goede voornemens van en dit jaar ga ik naar alle colleges en ga ik net de aantekening maken. Ga ik het anders doen? Ga ik wel zorgen dat ik, nou ja, wat ik ook wilde. Ik had altijd het gevoel van als ik iets wil veranderen dan kan dat nu. Want het is een nieuw schooljaar en ik begin weer opnieuw en het mag ook weer allemaal. En nu zit ik al lang niet meer op school, maar ik heb nog altijd hetzelfde gevoel op het moment dat de herfst begint, dat er weer iets heel groots kan gaan gebeuren aankomende maanden en dat ik daar ook weer voor open sta. En dat vind ik een heel fijn gevoel en als het herfst is, word ik daar altijd aan herinnerd. En daarom maak ik ook met heel erg veel plezier een herfst bucketlist waarin ik op ga schrijven wat ik allemaal wil gaan doen. Ik heb het wel heel klein gehouden met mijn eigen doelen, omdat ik het gewoon leuk vind om ook de kleine dingen te waarderen, zoals schoppen in een grote berg met bladeren of gewoon lekker samen wegknuffelen voor een open haard terwijl het buiten regent met kaarsjes aan en in een joggingbroek lekker een Harry Potter marathon kijken. Ik kan daar heel erg van genieten. Het hoeft niet altijd iets groots te zijn. Kleine dingetjes zijn ook heel erg leuk om te waarderen. En daarom werd het voor mij zo'n lijst als dit. Maar mocht je het zelf willen maken, kun je natuurlijk invullen wat je wil, wat jij wil doen deze herfst. En voor mij waren dat nu gewoon hele kneuterige kleine dingetjes eigenlijk. Op het moment dat ik alles heb staan, ga ik nog een keer kijken naar de pagina en ben ik weer aan het beoordelen of ik de pagina in balans vind of niet. Kom ik weer met mijn balans? Dat klinkt misschien heel stom, maar als ik hele grote lege kale plekken nog heb en de rest van de pagina is wel opgevuld met heel veel tekst, dan vind ik dat die kaalheid ook opgevuld moet worden. En als laatste ga ik dan aan de slag met doodles of met woorden die ik nog op een mooie manier erbij kan schrijven. En vooral veel tekenen. Ik vind tekenen heel erg leuk. En al is het elke keer maar een blaadje, dat maakt me niet uit als er maar gewoon iets staat. Wat ik ook heel leuk vind, is om van die lijntjes te tekenen langs de foto's die ik heb geplaatst. Om een beetje het gevoel te geven dat dat wat meer aansluit bij de rest van de pagina. Dat je de rest natuurlijk heel veel schrijft en tekent. En dat is echt zo geplakt. Dus dan teken ik er nog een lijntje omheen. Of ik doodel er nog wat omheen. En zelfs hier heb ik nog een grote lege plek die ik ook nog opvul met gewoon iets dat ik leuk vind. Maakt verder eigenlijk niet uit wat. En vooral veel herfstblaadjes teken ik er nog omheen. En ja, maakt echt niet uit wat je hier neerzet, net wat je leuk vindt. Ik vind het gewoon leuk om het op deze manier te versieren. En geeft toch net wat meer dat extra herfstgevoel nog. En het is gewoon heel erg leuk om te doen. Dus als ik nog ergens een gaatje vind om te tekenen, dan doe ik dat eigenlijk altijd er nog bij. Maar dat doe ik dus wel pas echt op het einde. Op het moment dat ik weet dat ik al mijn tekst kwijt kan. En dat ik eigenlijk alles er heb staan wat er moet staan. En echt als extra opvulling. En dit is dan mijn pagina geworden. Dit was mijn pagina en ik hoop dat jullie hem leuk vonden en hier inspiratie uit hebben opgedaan. Mocht je deze video leuk vinden, geef me dan even een like en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Druk ook op het notificatiebelletje dat ernaast staat, zodat je een melding krijgt op het moment dat er weer een nieuwe video geüpload wordt. En laat me even weten in de reacties of jullie deze video's vaker willen zien, want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Volg me ook op social media, Facebook, Instagram. Alle links staan hier beneden in de omschrijving. In ieder geval dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei!